Met de kerst had ik bedacht om een heel lekker vleesgerecht klaar te maken, namelijk coq au vin. Dat is een, zoals de naam al zegt, een Frans gerecht van kip en natuurlijk in wijn, in rode wijn. Bij de coq au vin gaat hoofdzakelijk kip natuurlijk en wijn en allerlei andere ingrediënten zoals kruiden en champignons, en dat zie je nu hier heel handig in beeld. Verhit de olie en de boter in een pan met een dikke bodem. Doe er de stukken kip bij en laat zachtjes aan alle zijden goudgeel bakken. En daarna leg je ze opzij. Nu doe je het spek in de pan en dat bak je uit. Daarna voeg je de uitjes toe en die bak je tot ze licht gekleurd zijn. En vervolgens strooi je er de bloem over en ga je flink roeren. Nu doe je de wijn erbij en dat breng je al roerend aan de kook. Daarna de knoflookteentjes, de nootmuskaat en zout en peper naar smaak. Leg de stukken kip weer in de pan en zorg dat ze onder het vocht staan. Nu voeg je de bouquet garni toe en de champignons en dan breng je het weer aan de kook. Nu doe je deksel op de pan en laat je het 15 minuten sudderen en daarna 3 uur in de ekenstoof. Leg de stukken kip op verwarmde borden en garneer met de rucola en peterselie en serveer de saus apart in een kom. Voor een feestelijk kerstdiner serveer je dit met knolselderijpuree, spruitjes of een andere groente en een zoetzure chutney, bijvoorbeeld pruimenchutney. Eet smakelijk!